trein! Horen jullie me? Brand in de trein! Ik moet brandweerman Sam bellen. De Piekepolder Express rijdt de bergen in zonder machinist. Sam, de Piekepolder Express rijdt de bergen in zonder machinist. En staat in brand. En staat in brand? En staat in brand! Begrepen, kommandant Staal. Laat Danny, Elvis en Ben met Titaan de rivier opgaan, mochten we assistentie nodig hebben. Goed idee, Sam. Norbexo is zo buitenaards. Oh ja, en waar kom je dan vandaan? Planeet Polderpiek. Wauw, en hebben jullie ook appeltaart daar? Natuurlijk niet, het bestaat helemaal niet. Je gelooft me niet, hè? Voel dan de kracht van Norbexo's kosmische vriesstraal. Hey, niemand bestuurt de trein. En hij staat in brand. Kijk, om Sam is er. Nu komt alles weer goed. Jongens, vooral niet in paniek raken. Ga naar het achterste deel van de trein en blijf rustig. Stap wel aan jouw kant uit, Sam. Jenny, tijd voor plan B. Begrepen, Sam. Ben, sneller. Kijk uit voor het ijs. Sam, Titaan komt niet door het ijs. Begrepen, Jenny. Tom, ben je daar? We hebben Wallaby 1 nodig. Begrepen, Sam. Stuurde treinen die in brand staan. Doe dan eens naar Bexo. Oké, naar Bexo belt moeder. Ik bel mijn alien vriendjes om ons te komen redden met mijn interstellaire communicatieapparaat. Dat is je schoen, Norbert. Norbert, hou daar nou toch eens mee op. Ik ben in gesprek. Ik bel nu brandweerman Sam. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Scan de omgeving. De keuken is veilig. Commandant Staal heeft de toffee-appels uiteindelijk toch maar opgegeven. Nee, hij staat daar, Elvis. Oh. Ah. Oh? Er is brand bij een kinderfeestje in het Volviscafé. Er is brand bij een kinderfeestje in het Volviscafé. De brand wordt erger. Jongens, ga allemaal op de grond liggen en blijf zo laag mogelijk. Kom op, we doen wat Jenny zegt. De deur is geblokkeerd en de kinderen kunnen er niet uit. Elvis, jij neemt de slang, ik pak de koevoet. Brandweerman Sam, zuurstof 100%. Klaar, Elvis? Brandweerman Chris, ja, zuurstof 100%. Daar blijf, oh jongens! Eén voor één, pak een hand en blijf laag. Goed zo, Mandy. Kom maar hier. Waar zijn Sarah en Jaap? Alle kinderen zijn veilig, commandant. Maar iedereen moet op afstand blijven tot het vuur onder controle is. We'll be right back.
er echt niet goed tegen. Sorry, oom Sam. We waren zo druk elkaar de loef af te steken dat we iedereen in gevaar brachten. Onthoud gewoon dat kaarsen altijd op een veilige afstand van andere dingen moeten staan. En hou ze altijd in de gaten. Er kan zomaar iets in brand vliegen. Maar ik heb iets om jullie op te vrolijken. Toffee-appels! Yippie! Toffee! Heb je een beetje een baaldag? Het zou beter kunnen. Zullen we een stukje gaan lopen? Oké, pap. Zie je later, Tom. Veel plezier, jongens. En nu eventjes ontspannen. In een heli vliegen is vast vet cool. Echt cool. Minder cool dan je vissersboot te moeten loodsen door orkaankracht 9. Zo, dus ik dacht dat als we dit soort dingen vasthouden, we meer op brandweervrijwilligers lijken. Wat een leuk idee, Klaas. Oh, neem ik de brandslang. Wacht even, Mark. Ik denk toch omdat ik hoofd van de vrijwilligers ben, ik daarom ook de slang moet vasthouden. Ik wil hem ook vasthouden. Ik ook? Wie zegt dat alleen mannen de slang mogen vasthouden? Nee, ik wil hem. Laat los. Oh, laat los. Nee, ik wil hem. Nee. Oké, Klaas. Ik wil hem. Laat maar los, dievertje. Goed idee, Nelly. Was ik nou toch maar naar het strand gegaan. Oh nee. Ik ben niet meer in Piekepolder, geloof ik. Nee. Oké, Tom, geen paniek. Wees cool, gebruik je helikopterpilotentraining. Tank, zwem naar de kust. Ja, dat is het. Ik zwem terug naar de kust. Maar, welke kant is dat op? Oké, dan. Geen poses, geen stoere blikken, niks in je handen. Ga gewoon bij Jupiter staan en wees jezelf. Oké, Sam. Dat ziet er goed uit. Niet bewegen. Hij klikt over 3, 2... Kom nou hier met die worst. Oh, radar. Nee, hier. Kom nou. Waar is Tom? Zijn bootje is weg. Waarom zou hij met dit weer de zee opgaan? De vloed kwam op en hij heeft zich laten verrassen. Tom is vast in slaap gevallen en in de mist weggedreven. Kom aan, jongens. We moeten brandweerman Sam bellen. Tom is verdwaald in de mist op zee. Tom is verdwaald in de mist op zee! Sorry, vrijwilligers. Jullie moeten je foto zelf maken. Jenny en Ben. Tom is weg. Maak Neptunus en Titaan klaar voor vertrek. Begrepen, Sam. Begrepen, Sam. Elvis, jij gaat met me mee. Oké, Sam. Goed gedaan, Jaap. Je bent geslaagd voor de brandweerman Sam-opdracht. Hoera! Goed, ik ben bijna aan het eind. We zijn thuis! Oom Sam, ik heb iets anders gezien. Maar niet in huis. Wat is er dan, Jaap? Er is brand op de berg. Maar daar zitten de pioniers. Ik bel de kazerne. Er is brand op de Piekepolderberg. Er is brand op de Piekepolderberg. Die bergpaadjes zijn te smal voor Jupiter. We gaan dus met Venus.
kanon, Jenny. We moeten het vuur beperken. Komt in orde. Het vuur wordt al minder, Jenny. Maar we kunnen wel extra hulp gebruiken. Hou vol, Sam. Ik kom eraan. Dat kwam goed van pas. Oeh, vanaf hier hebben we een mooi uitzicht op de wedstrijd. Echt waar? Nou, dat was me niet opgevallen. Zo leuk om even bij het café weg te zijn en iets anders te proberen. Ik wil graag de pizza met vis, alstublieft. Oh, er is zoveel keuze. Wat zou jij aanraden, Norbert? Ik raad jullie aan op te schieten met bestellen. Goed gedaan, schat. Ze kan bijna net zo goed voetballen als ik. Hier. Hier, Sam. Ja, Elvis, doortikken. Stop. Dat is toch geen dribbelen? Dit noemen wij pas dribbelen. Naar mij, commandant. Ik sta vrij, commandant Staal. Ik heb alles onder controle. Oeh. Nee, Elvis. Norberto, let goed op, hè. Dan ben jij straks ook een grote meesterkok. Ik wil helemaal geen meesterkok worden. Ik wil naar het voetballen kijken. Eerst maken wij een mooie grote cirkel van Bellissimo deeg. Kijk maar. Dan een mooie grote kledder lekkere tomatensaus. Oh! Oeh! En dan een lekkere grote hoeveelheid overheerlijke mozzarella. En klaar! Dan kan ik nu eindelijk naar de wedstrijd kijken. Au! Oh! En ik hou helemaal niet van pizza. Oh, stop! Hierheen! Oh, dat mag ik zeker niet doen, of wel? Nee, nee, dat mag niet, Elvis. Oh. Dus een penalty voor FC Piekenpolder. Zet je schrap voor de penalty van de eeuw. Stop! Kijk en leer van een professional. Zo hoor je een strafschop te nemen. Oh! Oh nee. Het is een eigen goal. Yes! Goal? Vergeet die voetbal, Norberto. En doe voorzichtig met die... Oh. Eten.